in Amsterdam op de academie te zitten. En hij woonde aan de Amstel. En daar kwam ik dan. En nou, ik was zwaar onder de indruk. Het waren prachtige tekeningen. En dat was dus Goitzer de Jong. En ik wist toen niet dat Goitzer voor beeldhouwer studeerde. En ik zou advies krijgen, maar ook daar kan ik me niets meer van herinneren. Maar aan die eerste kennismaking, daar heb ik hele goede herinneringen aan. En dat denk ik met plezier aan terug. Inspireert jou in jouw werk? Eigenlijk ook heel erg dagelijkse dingen. Vooral mode, wat het deze tijd afspeelt. Eigenlijk kan het heel dagelijks zijn. Het kan eigenlijk alles zijn. Wat voor werk maak je? Laten we daar eens eerst over hebben. Ja, ik wil graag een soort van bedrieglijke schoonheid neerzetten. Dus de tegenstellingen van elkaar, dat vind ik heel interessant. Ik maak veel tekeningen, maar het kan ook naar installatie uitgaan en fotografie en film. Het kan eigenlijk alles zijn. Ik vind het onderwerp of het idee is belangrijker dan de uitvoering. Dus vandaar dat het ook eigenlijk alles kan worden. Het kan alles zijn. Het meest succesvolle werk is een grote tekening met een stuk zeep in de mond. Waar heb jij je opleiding genoten? Op de AKI in Enschede. Ik heb richting Fine Art gedaan. Dus dat. Ik ben vorig jaar afgestudeerd. Dus inmiddels bijna een jaartje. Het is bijna een jaar geleden.